Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een goed nieuwe video. En vandaag ga ik het hebben over je donkere kant, Beers. We hebben allemaal een donkere kant en ik ga je precies vertellen hoe je daarmee kan omgaan. Nou, wat is uiteindelijk de donkere kant? En dat zijn je geheime verlangens. De fantasie van macht en roem in je leven. Het killer instinct. Het behalen van fuck you money. En het woede en de vernietiging van bepaalde dingen. Oké, wat is de kracht van de donkere kant? Nou, deze heeft super grote kracht. En die kracht kan jou dus ook kapot maken, maar het kan je ook maken. En ik ga je precies uitleggen hoe je het kan maken. Dus, je hebt een donkere kant, je hebt pijn ervaren in je leven. En ik heb altijd pijn gebruikt als een motivatie om dingen voor elkaar te krijgen. En dat wil je dus doen. Je hebt altijd twee keuzes in het leven. Het is niet per se wat gebeurt er in het leven, maar meer van, hey, hoe ga je er als persoon mee om? Alleen de meest succesvolle mannen hebben hun donkere kant onder controle. Denk aan grote mannen. Ze hebben allemaal een verhaal, ze hebben allemaal een schandaal. En de donkere kant is er altijd bij iedereen, echt bij iedereen. En het is ook noodzakelijk voor succes. Maar zonder controle over je donkere kant kan het je enorm naar beneden gaan trekken. Nou, de meeste mensen zijn dus bang voor hun donkere kant. Op een moment in het leven heb je de kracht gevoeld van je donkere kant. Het heeft je waarschijnlijk in de problemen gebracht. Het bracht mij enorm in de problemen door niet hard te werken op school. En ja, daar schaamde je uiteindelijk voor. Maar je hoeft jezelf er nooit voor te verontschuldigen. En leer om het te gebruiken. En het vinden van mijn donkere kant is enorm belangrijk. Om jezelf af te vragen, wat wil ik nou precies in het leven, zowel goed als slecht. Oké. Iedereen heeft een donkere kant en diegenen die zeggen dat ze dat niet hebben, zijn de donkerste mensen van hen allemaal. Hun donkere kant is verborgen, mijlenver onder hun eigen persoonlijkheden, maar het kan wakker worden geschud. Wat gebeurt er wanneer je deze donkere kant dus onder controle hebt? De meeste magische personen zijn dicht bij de donkere kant, maakt ze enorm charismatisch. Het broedt nieuw leven in je, het wint je respect. Hoe dichter bij je komt, terwijl je je controle op orde hebt, hoe krachtiger je zult zijn met deze donkere kant. Dit was eigenlijk een super korte video voor jou vandaag over wat is nou precies de donkere kant en hoe kan jij ermee omgaan. Like, abonneer, drop even een comment onder deze video, volg mij op Instagram Paul Sprundel en Facebook Paul Sprundel en dan check ik jou weer in een gloednieuwe video. Heb jij hulp nodig bij het opschalen van je eigen dropship business? Meld je dan aan voor de gratis Facebook groep hieronder of voor de gratis 10k of de 10k plus cursus. E-com Elite 10k plus cursus. En wil je persoonlijk met mij spreken, dan kan dat. DM me dan even op Instagram Paul van Sprundel of Facebook Paul van Sprundel. En dan kunnen we een coachingstraject nemen om jouw dropship business op te schalen, zodat jij ook beter kan omgaan met jouw donkere kant in het leven. Ik zie je weer terug in de volgende video. Dit was eigenlijk de laatste video in de reeks presentatievideo's die ik heb gemaakt. Mijn volgende batch video's worden Shopify dropshipping weer gerelateerd. Ik kijk er enorm naar uit om dat soort video's weer voor jou te gaan maken. En dan spreek je snel weer. Ciao, ciao.